welkom allemaal. Dit is een gezamenlijk project van de programma Aan de Slag met Omgevingswet, de VNG en Geonovum. En met elkaar laten we zien hoe het aanpassen van de bruidsgat in de praktijk werkt. Mijn naam is Annemieke Elfrich. Ik werk bij het programma Aan de Slag met Omgevingswet en ik werk bij het informatiepunt Leefomgeving. Ik ben jurist en verandermanagement en ik verzorg het eerste deel van dit webinar. Nienke? Goedemorgen, mijn naam is Nienke van Rensen. Ik werk bij de VNG, onder andere aan het omgevingsplan. En wij nemen jullie mee vandaag en mijn doel is in ieder geval om de regels zo helder en duidelijk mogelijk straks voor gemeenten en voor inwoners in het omgevingsplan te krijgen. Richard? Mijn naam is Richard de Graaf. Ik werkte voor Geonovum en vanuit die club was ik bezig met de omgevingswetstandaarden. Nu zit ik bij andere clubs in het DSO zoals het Kadaster en Koop. Ik hoop vandaag iets uit te leggen over hoe de standaarden werken in relatie tot hoe je dan daadwerkelijk aan de slag gaat en toepasbare regels, vragenbomen, et cetera. Annemieke. Ja, goedemorgen allemaal. Mijn naam is Annemieke Vliegen. Ik ben toepasbare regelexpert voor het programma Aan de Slag met de Omgevingswet. En ja, mijn doelstelling is eigenlijk om ervoor te zorgen dat bevoegde zaken zo helder mogelijk toepasbare regels in het omgevingsloket krijgen, zodat de initiatiefnemer daarmee geholpen is. En ik zal jullie straks laten zien hoe ik dingen aanpas aan de hand van een wijziging in het omgevingsplan. Nou, wat we vandaag gaan doen is aan de hand van reclame laten zien hoe ziet een omgevingsplan eruit op de datum van de werkingtreding. Wat zit er globaal in de bruidsgat en dan met name op de activiteit reclame plaatsen. Nienke laat zien hoe het aanpassen van lokale regels gaat en welke ontwerpvragen in het omgevingsplan zitten, hoe je dat kan gebruiken. En die laat VNG staalkaart voor activiteit reclame zien. Richard, hebben we net al gehad, die laat wat zien over de stop-theepot, de standaard toegepast op reclameregels. En Annemieke laat zien hoe toepasbare regels werken voor de activiteit reclame, hoe je dat kan doen. Nou, hoe zit dat nou met dat omgevingsplan? Wat, op de datum in werking treden krijg je een omgevingsplan wat bestaat uit een tijdelijk deel. En dat is namelijk de bruidsgatregels, daar gaan we het straks over hebben. De ruimtelijke regels, dat zijn dus de regels die in de bestemmingsplannen zitten. De gemeentelijke erfgoedverordening, gemeentelijke geurverordening en de gemeentelijke verordening voor afvoer en regenwater. Dat zit allemaal in het tijdelijk deel van het omgevingsplan, wat je op datum van inwerkingtreding krijgt. Daarnaast bestaan natuurlijk de gemeentelijke verordeningen voor de fysieke leefomgeving, die nu nog gewoon naast het tijdelijk deel van het omgevingsplan blijven bestaan. En de bedoeling is dat dat hele tijdelijke deel, dus die bruidsgat, ruimtelijke regels en die verordeningen, maar ook de gemeentelijke verordening van de fysieke leefomgeving straks allemaal in een nieuw deel van het omgevingsplan komen. Dus de bedoeling is dat dat straks één nieuw omgevingsplan komt wat de gehele fysieke leefomgeving bevat. Nou, wat is dat nou, die bruidsgat? Het Rijk heeft gezegd, ja, op het moment dat wij dat omgevingsplan gaan invoeren, is dat natuurlijk nog niet in één keer helemaal klaar. Maar omdat de rijksregels op dat moment vervallen, moet er wel een vacuüm worden opgelost. En dat doen ze door hoofdstuk 22 van het invoeringsbesluit. Daar staat eigenlijk alle bruidsgatregels in. En iedere gemeente krijgt op de datum van hun werkingtreding, maar eigenlijk hebben ze ze al overgedragen gekregen, kunnen ze vanaf dit moment er al mee gaan spelen. Krijgt zo'n pakket en elk doos is een hoofdstuk 22 van de bruidsgat die naar iedere gemeente wordt toegebracht. En dat geldt dus ook voor het waterschap, maar we hebben het vandaag even over de bruidsgatregels voor gemeenten. Nou, hier is een ander plaatje wat dat dus eigenlijk laat zien. Hier heb je het omgevingsplan van rechtswegen, namelijk de bestemmingsplannen, beheersverordening, wat ik net al heb gezegd, de bruidsgatregels. En hier zijn de lokale verordeningen. Die gelden allemaal op het moment dat de omgevingswet in werking treedt. Nou, gedurende het traject, wat nu nog is gesteld tot eind 2029, kunnen de gemeentes dus aan de gang om hun eigen
omgevingsplan te gaan maken. Dat betekent dat je kan beginnen met het aanpassen van de bruidschatregels. Ja, als die regels niet, die zijn niet aangepast op de lokale situaties. Dus je kan beginnen met het aanpassen van de bruidschat. Die komt dan in het nieuwe deel van het omgevingsplan terecht. Hè? Op het moment dat je met die bruidschatregels gaat spelen, komen die in het nieuwe deel terecht. Je kan ook vast beginnen met een deel van je omgeving, van je verordeningen te gaan integreren in je nieuwe deel van je omgevingsplan. Nou, dat komt dan ook in dit deel terecht. En die hele periode, die transitieperiode, dat is de periode van inwerkingtreding van de wet tot eind 2029. Tenminste, zover het zoals het nu voor staat. Nou, wat ik net al heb gezegd, onder de omgevingswet verhuist een aantal regels van het Rijk naar de gemeente en het waterschap. Maar het Rijk zorgt met invoeringsbesluit voor dat deze regels automatisch in het omgevingsplan en waterschapsverordening komen. En dit noem je de bruidschat. Als je gaat kijken bij regels op de kaart in je pre-omgeving van het DSO, zie je dat hoofdstuk 22 al staan als omgevingsplan. En dan kan je die regels, die zijn al opgeleverd, aangeleverd. Nou, hoe ziet die bruidschat er nou uit? Nou, je ziet in hoofdstuk 1 begripsbepaling. Dat is meestal zo, hè, dat in hoofdstuk 1. Dan zie je voorrangsbepaling en overgangsrecht. Dat vind je in afdeling 22.1. Dus hoofdstuk 22, afdeling 1. De regels over bouwwerken, die staan in afdeling 22.2. Regels over milieubelastende activiteiten vind je in afdeling 22.3. En regels over de aanleg of wijziging van spoorwegen zonder geluidsproductiebevand, die vind je in 22.4. En waar we het vandaag over gaan hebben, dat zijn de regels over de gemeentelijke omgevingsvergunning. En die vind je in afdeling 22.5. Hier kan je dus, op die manier kan je dus naar het hoofdstuk gaan kijken. En wat is er nou eigenlijk geregeld? En wat wil ik zelf gaan aanpassen? Of zeg je als gemeente, nou, zoals nu in de bruidschat staat, daar wil ik eerst mee werken en ik ga het daarna aanpassen. Maar wij laten nu vandaag zien hoe dat aanpassen in zijn werk gaat. En dat doen we aan de hand van één activiteit. Die bruidschat in het omgevingsplan, die bevat aanvraagsvereisten voor gemeentelijke omgevingsvergunningen. En ook bevat het regels over vergunningsvoorschriften die over archeologische monumentenzorg gaan. Voorheen stelde het Rijk die regels. Dus die Rijksregels, die bestaan straks niet meer bij de inwerkingtreding. Dus vind je ze terug in die bruidschat, in dat invoeringsbesluit. En die regels over die aanvraagvereisten zijn dus per definitie tijdelijk. Ze gelden dus totdat je als gemeente je eigen vergunningstelsel hebt opgenomen in het nieuwe deel van het omgevingsplan. En dat is het tot uiterlijk tot eind 2029. Je kan ook een vergunningplicht laten vervallen en niet opnemen in het nieuwe deel van het omgevingsplan. En dan zijn ook die aanvraagvereisten van toepassingen. En hier zie je ook dat je kan gaan werken met de vergunningplicht. Of dat je zou kunnen werken met algemene regels. Dat je met algemene regels zo stelt dat die regels al duidelijk genoeg zijn en dat er geen vergunning meer nodig is. Maar dat zijn eigen keuzes die je kan maken. In artikel 22.8 van de Omgevingswet staat dat je in samenhang met artikel 2.1 van het omgevingsbesluit dat er uitsluitend stelsels voor bestemmingen die reeds vielen onder de werking van de WABO, artikel 2.1 en 2.2 van de WABO, gaan gelden als vergunningplicht op grond van artikel 5.1 onder de Omgevingswet. Dat betekent dus dat de oude artikel, of het huidige artikel 2.1 en 2.2 van de WABO, die gaven een vergunningstelsel, die geven dus aan dat je voor bepaalde activiteiten een vergunning nodig hebt. En voor die vergunningen gelden ook indieningsvereisten. En die zie je dus terug in dat tijdelijk deel van het omgevingsplan. En hier is dat een beetje uitgewerkt. Hè? Het betreft vergunningen en ontheffingsregime die al golden onder de WABO. En daarbij is in die WABO stond dat het verboden is om het project geheel of gedeeltelijk uit te voeren zonder omgevingsvergunning. Dus die artikel 2.1 en 2 WABO, en ik laat dus zo zien welke activiteiten er allemaal onder hoorden, die gaven al aan, je mag geen project uitvoeren voor die activiteiten zonder omgevingsvergunning. Nou, voor die activiteiten golden ook aanvraagvereisten. En die aanvraagvereisten, die komen dus nu terug in die bruidschat. Want die zeggen van ja, we gaan het rijkstelsel overhevelen naar de gemeente.
En dat betekent dus dat die indieningsvereisten wel terug moeten komen, omdat op de datum in werking treden van de omgevingswet moet de gemeente wel door kunnen gaan op de manier zoals die al was. Dus daar zie je aan dat die regels over die vergunningvoorschriften, die indieningsvereisten, die vind je terug in de bruidschat. Nou, hier staan al die activiteiten die je terugvindt in artikel 2.1 of 2.2 van de WABO. Die kan ik wel allemaal op gaan noemen, maar om te laten zien hoe dit werkt in de keten, hebben we er één activiteit uitgehaald. En dat is het maken van, of voeren van handelsreclame op of aan een onroerende zaak. Dat is een activiteit die kwam uit artikel 2.2 van de WABO. Nu wordt het nog handelsreclame genoemd. Straks gaan we het hebben over reclame. Dus je zal ook zien dat ik in mijn stuk het een paar keer heb over handelsreclame, omdat het nu eenmaal zo in de WABO stond. En zo is het ook opgenomen in het invoeringsbesluit. Maar straks ga je zien dat je het veel beter kan gebruiken, het woord reclame kan gebruiken, omdat het ook gaat over andere reclame in plaats van handelsreclame. Dan zie je artikel 22.300 van de omgevingsplanactiviteit handelsreclame. Dus in het invoeringsbesluit is dit artikel opgenomen en dat geeft aan dat je bij een aanvraag van een omgevingsvergunning te maken of voeren van handelsreclame aan een onroerende zaak een indieningsvereiste moet inleveren. En dat je dus indieningsvereisten voor deze activiteit zijn opgenomen. En die vind je straks terug. Ik heb de plek eronder genomen zodat jullie terug kunnen vinden. En nog wat over kunnen nalezen. Nou, die aanvraagvereisten, die je dus op grond van die omgevings- of die gemeentelijke verordening moest invullen, die zijn gebaseerd op artikel 2.7.3 tot en met 7.7 van de voormalige regeling omgevingsrecht, waarbij de indieningsvereisten zijn overgenomen op bestaande formulieren bij de gemeente. Dus dit is de oude, dit zijn de oude indieningsvereisten. Zoals je die tot nu toe, die je dus nu nog steeds kan gebruiken. Wat je dus veelal ziet bij de huidige teksten van de APV's, is dat het verboden was op hinderlijke of gevaarlijke reclame. Dus dan zie je hier dat er een koppeling is tussen de APV, die bepaalde dingen verbiedt, en de WABO, die vergunningplicht voor reclame inhoudt. En hier zie je dat die dingen met elkaar verbonden zijn. En er was ook een vraag over geweest. Hoe dat verband dan in elkaar zit. Als je gaat werken met een omgevingsplan, zijn er een aantal tips die je eigenlijk steeds moet gebruiken, om het goed voor elkaar te krijgen. De VNG heeft een aantal ontwerpvragen gemaakt, waardoor het handig is die je helpen bij een goed omgevingsplan te maken. En die gaan uit van de doelen wat je wil bereiken met je fysieke leefomgeving. Vraag je ook telkens af wat de reden is dat je een activiteit wil regelen. Dus het is niet de bedoeling dat je straks het casco van de VNG gaat invullen en op die manier denkt dat je een omgevingsplan hebt. Het is echt constant het idee van die nieuwe omgevingsplan om te werken vanuit de doelen die je wil bereiken met je fysieke leefomgeving. Daarom kan je ook denken vanuit direct werkende algemene regels. Dus als je dingen met algemene regels kan regelen, heb je niet altijd een vergunning nodig. En dan kan je ook kijken, werken die algemene regels voor mijn hele gebied? Of wil ik die voor een aantal gebieden laten gelden? Nou, dat zijn hulpmiddelen om tot een goed omgevingsplan te komen. Nou, daarnaast heeft de VNG al een aantal staalkaarten gemaakt. En die kunnen je helpen bij het modelleren van je omgevingsplan. Daar staan ook voorbeeldregels in. Hoe het kan. En maak gebruik van 100 ideeën voor de gemeentelijke regelgeving. Dat helpt je ook bij het maken van goed duidelijke regels. Daarnaast is het nog zo, maar daar komt Richard straks op terug.
is dat je voor het maken van je regels ook altijd moet kijken naar de TPOT, dus het toepassingsprofiel van de omgevingsdocumenten, omdat daarin aangegeven staat hoe je indeling moet zijn. Hè? Dat je werkt in hoofdstukken, afdelingen, in artikelen met leden, en dat je niet door moet gaan met subleden, subleden, omdat het anders straks niet past in het DSO. Dus de TPOT is heel handig om te gebruiken bij het maken van je omgevingsplan, zeker voor de modellering daarvan. Wat heel handig is, en ik, is dat je een beslistabel maakt over hoe je omgevingsplan kan regelen. Dat betekent dat je al begint te denken in, bij het maken van je juridische regels, in toepasbare regels. Hè. Wil ik, als je een vragenboom wil gaan maken en je hebt daarvoor een beslistabel zitten, dan help je dat om, om goede regels te maken. Ook een tip is dat je begint met het begrippen, met je begrippen op te schonen. Hè? Ga denken in de begrippen van het kader van het omgevingswet. Je kan de digitale regels beginnen met die, je digitaliseren van bestaande regels. Let daar wel op dat je dat doet met regels die je ook straks wil blijven houden. Hè? Als je nu al bedenkt, maar eigenlijk moeten die regels anders, kan je nagaan denken of je die al gelijk wil gaan aanpassen. Nou, leg een relatie met toepasbare regels. Haal inspiratie uit de waterschapsverordening en de handreiking provinciale verordening. En werk samen met gemeenten of partners in de regio. De VNG, en dat zie je hier, die heeft ook bij de staalkaart, bij de staalkaarten hebben ze daar al over nagedacht. En doe daar je voordeel mee. Dan kan je kijken voor begrippen in het casco van de VNG. En dan staat dus hier ook, wat ik net al zei, dat definitie van handelsreclame is niet overgenomen. Maar we gaan veel meer denken in reclame. En ook in het artikel voor de aanwijzing van activiteiten. Dat gaat over het aanbrengen van reclame in de openbare orde. Nou, dit kan je dus terugvinden in het casco van de VNG en in de staalkaarten. Zodat je het zelf makkelijk maakt als je over de activiteit van reclame gaat nadenken. Hier zien jullie heel veel informatie over hetgene wat ik net heb gezegd. Jullie krijgen straks, neem ik aan, de presentatie toegestuurd en kun je dit allemaal terugvinden. Nou vraag ik aan Nienke. Nienke, zijn er vragen in de chat die we nog even centraal willen beantwoorden? Nee, Annemieke, er zijn niet direct vragen binnengekomen. Dus ik denk dat het een helder en duidelijk verhaal was. Nou, dank jullie wel voor jullie aandacht. En dan gaat Nienke het van me overnemen. Ja, zeker. En we hadden het zojuist al even over het aanpassen van de regels van de reclame eigenlijk van de APV naar het omgevingsplan. En graag wil ik jullie meenemen hoe je inderdaad op een andere manier naar de regels kan gaan kijken die je bijvoorbeeld via de bruidschat, maar ook uit de gemeentelijke verordening hebt gekregen. En dan is het heel belangrijk om eigenlijk na te denken vanuit de omgevingswet, dat het niet alleen gaat om de regels die gemeentebreed gelden, wat natuurlijk heel erg bij een verordening zo is, bijvoorbeeld bij de algemene plaatselijke verordening, maar dat je ook meer locatiespecifieke afwegingen kan maken. En elke locatie vraagt dan eigenlijk om een eigen afweging, voor zover dat mogelijk is. En dat heb ik ook in een soort schemaatje gezet, van we hebben een soort andere benadering. Je kunt aan de ene kant oefenen met gemeentebrede regels, gekoppeld aan activiteiten in plaats van een bestemming. En dat is voor mensen die doorgaans in de ruimtelijke ordening werken niet vanzelfsprekend, want daar werk je natuurlijk altijd met regels op één locatie, op voor specifieke bestemming. En aan de andere kant, je kunt natuurlijk ook oefenen met algemene regels, zoals bijvoorbeeld over in de APV of bijvoorbeeld over reclame, maar dat dan gekoppeld aan de locaties. Dus daar ga ik jullie specifiek iets meer over laten zien, wat Annemieke en Richard ook weer zullen laten zien ten aanzien van het annoteren en toepasbaar maken, wat daarna ook komt. We zeiden het al even, dit is straks krijg je een omgevingsplan nieuwe stijl vanaf datum in werkingtreding. En de vraag is even, waar komen die reclameregels vandaan? Nou, die komen uit de plaatselijke verordeningen. Die staan hier in een driehoekje onder
het omgevingsplan. En die kun je eigenlijk stapsgewijs, bijvoorbeeld thematisch, overzetten. En daar komen die regels dan vandaan. En het zijn vaak regels uit de lokale verordening. Die, als het gaat om de fysieke leefomgeving, wil je die meenemen naar het omgevingsplan. En de gedachte is dat uiteindelijk voor het einde van de transitietermijn, hoe lang die dan ook mogen duren, wordt opgenomen in het omgevingsplan. En uiteraard, wat we vandaag vertellen, zijn allemaal voorbeelden. Staalkaarten zijn ook een voorbeeld. En het is geen verplichting. Zo'n voorbeeld van de staalkaart die we vandaag ook gebruikt hebben, is de staalkaartverordening in het omgevingsplan, het tweede deel. En specifiek over reclame staan hier verschillende voorbeeldregels in. En die gaan we vandaag ook verder aanpassen. Dus we doen eigenlijk nog iets meer, wat u als met uw gemeente ook zou doen. Namelijk, je pakt de regels, de voorbeeldregels die beschikbaar zijn, en probeert dat toe te passen op de lokale situatie. Bijvoorbeeld die regels over reclame, dan gaat het eerst om de aanwijzing van de activiteiten. En zoals we zagen in de presentatie van Annemiek hiervoor, in de APV ging het over handelsreclame. Dus dat is specifiek reclame met commerciële doelstellingen. En daarvoor gold eigenlijk de meeste APV's en op basis van de modelverordening een algemene vergunningplicht. Maar in dit geval kan je het bijvoorbeeld hebben over het aanbrengen en maken van reclame in de openbare ruimte. En die eventueel zichtbaar is vanuit de openbare ruimte. Dus bijvoorbeeld van achter een winkelruit. En dat kan eventueel, dat hoeft niet te gaan als het gaat over uiten van persoonlijke opvatting, valt dat niet onder reclame. Maar bijvoorbeeld voor een ideële instelling kan dat eventueel wel onder reclame vallen. En dat is dan een verschil ten opzichte van die handelsreclame waar we het voorheen over hadden. Daar ga ik jullie zo nog meer voorbeelden laten zien. In de staalkaart hebben we ook een verschil gemaakt tussen aan de ene kant een vergunningplicht voor bepaalde gebieden en aan de andere kant algemene regels die voor een ieder gelden, ook eventueel zonder vergunning. Maar voordat je daarmee begint, is het altijd goed om even na te denken van wat voor een omgevingsplan ga ik maken. En dat geldt in dit geval ook. En dan raden wij altijd aan om naar de ontwerpvragen van het omgevingsplan te kijken. En dan hebben we eigenlijk drie stappen. Van wat willen we waar regelen? Wat moet en kunnen we regelen? Wat zijn de kaders? En dan, hoe wil je die activiteit regelen? En daarvoor heeft de VNG ook de ontwerptool omgevingsplan gemaakt. Als u dat googelt, dan vindt u dat ook zo op internet. En daarom doorloop je deze stappen. En daarin stellen we dus meerdere kaders, zodat je vaste kaders scherp kunt krijgen. Bijvoorbeeld, zijn er al kaders opgenomen in een visie of een programma? En wat zijn de specifieke doelen? En voor reclame zou bijvoorbeeld het antwoord zijn, zijn er kaders in de omgevingsvisie en programma? Nou, waarschijnlijk niet in detail, maar wel beschrijvingen of doelen per gebied. Bijvoorbeeld voor het aanzien van de gemeente, dus eigenlijk de ruimtelijke kwaliteit of welstand of economische ontwikkeling. En een doel kan bijvoorbeeld zijn een goede omgevingskwaliteit, welstand, economie stimuleren, maar juist ook het tegengaan van hinder. En bijvoorbeeld verkeersveiligheid, wat vaak een belangrijke rol speelt in de openbare ruimte. En dan kun je dat ook eventueel per gebied verder specificeren, wat we zo meteen laten zien. Andere vraag, ontwerpvraag is, maar wat mogen we nu eigenlijk regelen in het omgevingsplan? Is het iets dat door de omgevingswet wordt geregeld? Heeft het Rijk of heeft de provincie daar regels over gesteld? En ook, wat we vandaag aan de orde hebben, bevat de Bruidschat regels over dit onderwerp. En voor reclame geldt dan, ja, de reclame wijzigt de fysieke leefomgeving in principe. Dus daar kun je in het omgevingsplan regels over stellen. En waarschijnlijk hebben Rijk en provincie over deze specifieke gemeentelijke bevoegdheid geen regels gesteld. Ik zeg waarschijnlijk omdat je het wel moet checken bij je eigen provincie uiteraard. En er zijn delen opgenomen in de lokale verordening. De meeste gemeenten hebben de model-APV op een manier geïmplementeerd en dan zullen daar ook regels over staan. En er staan dus aanvraagvereisten, dus niet de inhoud, maar de vereisten voor de aanvraag, die vroeger stond, in de WABO stond, die staat nu in de Bruidschat, zoals Annemiek hiervoor al heeft aangegeven. Nou, en dan kun je eigenlijk naar stap 3 toe gaan van hoe ga ik die regels vormgeven, deze activiteit, en wat wil ik met deze activiteit? En dan zijn er verschillende opties, hè, voor dat reclamebord wat u hier ziet staan.
Er kan een algeheel verbod gelden als je dat niet wil hebben in je gemeente. Of iets minder zwaar is een vergunningplicht. Maar wellicht leent het zich ook voor algemene regels. En dat er niet per se altijd een toets vooraf hoeft plaats te vinden met de vergunningplicht. Dus dan kan je algemene regels opnemen. En er is ook eventueel een algemene zorgplicht. Dat je moet zorgen dat bijvoorbeeld het openbaar verkeer niet wordt belemmerd door het plaatsen van reclame. Dat zou een zorgplicht zijn. En je kan er ook voor kiezen om niets te regelen. Die ruimte laat de wet natuurlijk ook. Wat zou dan bijvoorbeeld het antwoord zijn in deze lokale situatie? Nou, wat is het type regel? Daar kun je dus onderscheid in maken. Ook per gebied kun je onderscheid maken. In de staalkaarten kiezen we voor om voor de hele gemeente in ieder geval een zorgplicht op te nemen. Dan kun je daar altijd op terugvallen. Dus dat zou ik ook altijd aanraden. In ieder geval ook voor de handhaving. En dan zouden we hier kiezen voor een specifieke vergunningplicht. Bijvoorbeeld voor industrieterrein. Namelijk niet alleen voor het industrieterrein, maar ook nog specifiek voor verlichte en bewegende reclame. Omdat die daar vaak voorkomt. En eigenlijk wil je vanuit de verkeersveiligheid wil je daar een vergunningplicht voor opnemen. En je kan ook voor reclame van bepaalde afmetingen bijvoorbeeld een specifieke vergunningplicht opnemen. En je kan ook een algemene vergunningplicht voor een heel gebied. Bijvoorbeeld voor het historisch stadscentrum. Daarvan kan de gemeenteraad dan zeggen, ja, in het centrum willen we het verbieden zonder omgevingsvergunning. En in de overige gebieden kan eventueel een vergunningplicht voor specifieke reclame gelden van een bepaalde omvang. En daarnaast gelden er dan ook algemene regels, zodat eventueel wel uitstallingen bijvoorbeeld of reclameborden in de openbare ruimte geplaatst kunnen worden, maar wel aan die algemene regels moet worden voldaan. En hoe ziet dat dan bijvoorbeeld uit in een artikel? Als we naar een regel kijken, nou, die vergunningplicht voor het gebied staat dan bijvoorbeeld hier in 549 eerste lid. Het is verboden zonder omgevingsvergunning in het historisch stadscentrum reclame aan te brengen of te maken. En dat geldt dan voor alle reclame, maar wel in een specifiek gebied, het historisch centrum. Voor die specifieke reclame van verlichting en die verlicht is of beweegt, zou je dan kunnen stellen dat het zonder omgevingsvergunning niet mogelijk is die aan te brengen, maar specifiek alleen voor het gebied industrieterrein. En dan heb je ook nog de mogelijkheid een specifieke vergunningplicht aan de omvang van de reclame te koppelen. En dan bijvoorbeeld als die langer is dan 2 meter, breder dan 1,5 meter en nog ook hoger is dan 2 meter. Nou, dat is zulke grote reclame in de openbare ruimte. Daarvoor wil deze gemeente dan ook een specifieke vergunningplicht. En dat kun je doen voor de hele gemeente of je kunt dat doen voor alle gebieden, behalve bijvoorbeeld historisch centrum en industrieterrein, omdat je daar al voor andere reden een specifieke vergunningplicht hebt opgenomen. En dan hebben we ook nog de algemene regels waar we het zojuist over hadden. En dan zeg je eigenlijk in het kader van het bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare ruimte en het beperken van de hinder mag een uitstalling, dus dat is wat anders dan een reclamebord. Een uitstalling is echt iets wat je op de weg zet. Niet groter zijn dan de gemiddelde marktkraam bijvoorbeeld. En dan mag je dat zo plaatsen. Hij moet direct voor de gevel worden geplaatst. En alleen tijdens de openingstijden van het bedrijf. En je mag er ook niks verkopen. Nou, dan heb je dus algemene regels. Hoef je niet direct de mensen van vergunningverlening aan het werk te zetten. Maar voor iedereen die het omgevingsplan checkt, is wel duidelijk waar die aan moet voldoen met zijn uitstalling. Al deze regels die we net bespraken, die zitten natuurlijk niet alleen maar in de regels ingebakken. Je kunt daar ook een schemaatje van maken van hoe werken die algemene regels, specifieke regels per gemeente of per gebied. En dan zou je eigenlijk, kom je tot deze beslistabel. We hadden het al eerder over. En daarin kun je dus onderscheid maken tussen centrumgebied, industrieterrein, buiten het centrum en in het industrieterrein. En bijvoorbeeld ook nagaan aan welke voorwaarden dan de activiteit moet voldoen. In dit geval verlichtend of bewegend. Bepaalde afmetingen die ik ook al eerder noemde. En de duur dat de reclame wordt geplaatst. Deze beslistabel is dus eigenlijk ook de basis voor de juridische regels die je schrijft. Maar het is ook de basis voor de toepasbare regels. Daar zal Annemieke Vliegen straks ook nog verder op ingaan. En dan zal ze ook die tabel wellicht nog nader toelichten. Dan
was dat mijn deel in ieder geval. En mocht er, ik weet niet zeker of er vragen zijn, wellicht dat Annemieke aan kijken. Ja, er is één vraag. Dat is een leuke vraag. Die zit nog niet in de chat beantwoord, maar laat ik aan jou over. Overroelen de aanvraagvereisten in de bruidschat, de eventuele aanvraagvereisten in de APV? Dat is een hele goede vraag. En dat zie je inderdaad vaker, die botsing. En als we dan even weer dat schemaatje wat we zojuist hadden, hoe het tijdelijk omgevingsplan is opgebouwd, dan zag je dat de reclame valt dan in de APV nu nog, in dat rode deel. En op dit moment overroelt de bruidschat nog niet. Ook niet op het moment van inwerkingtreding. Dan gelden nog gewoon de aanvraagvereisten van de APV. Alleen de aanvraagvereisten van de bruidschat worden relevant en van belang zodra je die regels over hebt gezet naar het tijdelijk deel, het nieuwe deel van het omgevingsplan. Maar Nienke, de handelsreclame zit wel in de indieningsvereisten van de aanvraagvereisten van de bruidschat. Zeker. Maar omdat het nog niet in regel is die via het omgevingsplan wordt georganiseerd, nog niet een activiteit is, die wordt pas gereguleerd via het omgevingsplan op het moment dat de gemeente zelf ervoor kiest om hem uit de ladekast in het omgevingsplan te plaatsen. En op dat moment wordt de bruidschat regels relevant. Maar daarvoor gelden nog die indieningsvereisten van de APV. Nou, dankjewel voor je antwoord. Het was de enige vraag. Oké, dankjewel. Richard, gaat u verder? Ja, volgens mij is het mijn deel. Even kijken hoor. Ja, dus ik zal verder gaan met de regels zoals zojuist geschetst door Nienke. Maar voordat ik dat doe, wil ik wel even een uitstapje maken naar de standaarden. Zodat we een beetje een beeld krijgen of kan meegeven over hoe die standaarden precies werken en opgebouwd zijn. En het hoe en wat omtrent de stop-theepot standaard. Dit is een heel druk plaatje, dus ik loop er rustig doorheen. Er zijn 4 partijen die technisch betrokken zijn bij de stop-theepot standaard die relevant is voor de DSO-keten plan tot publicatie, wat zo goed als betekent hoe publiceer ik omgevingsdocumenten richting het DSO. Die partijen, dat zijn, je ziet ze hier, Koop, we hebben Geonovum, Kadaster en Rijkswaterstaat. Ik zal verderop exacter duiden hoe en wat, maar deze partijen zijn technisch betrokken bij dat verhaal. En Koop is met name betrokken in de zin dat zij het informatiemodel officiële publicaties leveren en Geonovum levert het informatiemodel omgevingswet. Wat daar relevant in is, dat deze 2 informatiemodellen vormen samen de stop-theepot standaard, waarbij de stop staat voor de standaard officiële publicaties. Dus daarin zie je hoe je een officiële publicatie kunt maken. En de theepot staat voor toepassingsprofiel voor omgevingsdocumenten. En daarin zit ook het informatiemodel omgevingswet. En daarbij worden de onderdelen van stop, zoals artikelen of leden zoals eerder al benoemd, die kun je daarmee extra duiding geven richting het DSO, zodat deze bijvoorbeeld op een kaart geplaatst kunnen worden of zodat je verder kunt met activiteiten en toepasbare regels. Ik ga nu niet in op het exacte inhoud van dit plaatje, maar daar zal ik straks dan nog meer op terugkomen wat daarin zit en hoe en wat. Even kijken, ja. Het toepassen van een standaard leidt van de standaard bij het aanleveren van je omgevingsdocument leidt tot onder andere de volgende producten. Dus je krijgt een officiële bekendmaking. Je krijgt de informatieobjecten die je geografisch vaststelt. Hè? Zoals Nienke die het zojuist had over het historisch centrumgebied of het industrieterrein. Je omgevingsdocument wordt getoond in de DSO-viewer. Hij komt op lokaleregelgeving.nl. En je activiteit verschijnt in de registratie van toepasbare regels. Wat je de mogelijkheid geeft om vragenbomen bij te maken ten behoeve van indieningsvereisten en ten behoeve van ook
het afhandelen van vergunningschecks en zo. Dat wordt allemaal mogelijk als je je activiteit gaat annoteren. Dit is een voorbeeld van een officiële bekendmaking. Dus in het voorbeeld wat ik straks ga doorlopen omtrent reclame, hebben we het over het omgevingsplan van de gemeente Delfzijl. Daar is ook een PDF-variant van, zoals hier te zien. Dus dan kun je netjes je besluit downloaden. Zo heb je ook op de voorzieningen kun je ook kijken naar je geografische informatieobjecten. Nou, dit is dan een geluidproductieplafond, zoals je hier ziet staan. Zoals je hier ziet, geluidproductieplafond. En als je dan hierop klikt, dan zie je linksonder ook nog eens verschijnen wat daarin geldt omtrent de normwaarde die daar gesteld wordt. Dit is slechts een voorbeeldje van zo'n geografisch informatieobject vanuit de voorziening. Maar daar gaan we het nu niet verder over hebben. Want ik wil het hebben kort over het informatiemodel omgevingswet. Een deel van de standaard. Daarin hebben we bepaalde clusters gedefinieerd van informatie. Ik ga niet al deze blokjes met jullie bespreken. Deze blokjes die geven allemaal aan wat voor objecten, dus gegevens, je kunt vastleggen bij je omgevingsplan. Maar ik zal even kort de kleuren die hebben hier betekenis. Dus blauwe blokjes die geven aan wat kun je allemaal vastleggen voor gegevens bij de juridische tekst. De groene blokjes geven aan, dat zijn dan weer objecten die een relatie leggen tot de juridische tekst en de locatie waar je het over hebt. Dus ga je een gebied aanwijzen, stel je verschillende normwaarden op verschillende locaties of ga je iets regelen omtrent een activiteit. Dat zijn allemaal de groene blokjes. Nou, de roze blokjes zijn de type locaties die je kunt gebruiken. Dat verschilt tussen de punten, lijnen, gebieden, maar ook wellicht je hele ambtsgebied als gemeente. Dat zijn allemaal soorten locaties die je kunt gebruiken. Paars is de geometrie die daaraan vasthangt. Die is dan ook voornamelijk relevant voor het stelsel, want dat zijn de coördinaten die we dan kunnen tonen op de kaart. Op allerlei viewers. Dan heb ik ook nog het regelingsgebied. Dat is het gebied waar je hele plan over gaat. Nou goed. De blauwe objecten wil ik met name hier bespreken. Dat is dit modelletje. Daarin, en ik kan me voorstellen dat dit modelletje niet heel eenvoudig of dat niet heel inzichtelijk is. Dus hiernaast ook de tekst die aangeeft wat dit modelletje precies zegt. Dus bij een artikel of lid dwingt het informatiemodel omgevingswet je om aan te geven op welke locatie deze regel gevonden moet worden. En je dient een keuze te maken tussen drie typen juridische regel. Het kan heel goed zijn dat plansoftware je automatisch al deze keuzes voor je maakt. Hè? Ik weet dat er plansoftware leveranciers zijn die zeggen, joh, de locatie is bijna altijd het ambtsgebied van de hele gemeente, tenzij je zelf een specifieke locatie duidt. En ook het type juridische regel is bijna altijd een regel die voor iedereen relevant is, tenzij je specifiek duidt dat dat niet het geval is. Maar goed, in het informatiemodel zijn er toch echt meerdere mogelijkheden om dit te doen. Je hebt een regel die voor iedereen relevant is, of je hebt een instructieregel. Daarmee stel je een instructie aan een ander bevoegd gezag. Dat is helemaal niet relevant voor gemeenten hier, maar de provincies en het Rijk kunnen dat wel degelijk doen. En je hebt omgevingswaarderegels. Dat is een regel die een omgevingswaarde vaststelt als een soort van streefwaarde voor het eigen bevoegd gezag. In deze presentatie gaat het dus voornamelijk over regels die voor iedereen relevant zijn omtrent het plaatsen van reclame. Daarnaast stelt de standaardje of het IMOW je nog in staat om ook nog een thema aan toe te voegen, zodat ook op basis van het zoeken van dit thema je regel eenvoudig gevonden kan worden in het DSO. Dan, hoe werkt het als je met activiteiten aan de slag gaat? Weer rechts een modelletje die dit weergeeft en links in tekst uitgelegd wat er in het modelletje staat. Dus bij een artikel of lid is het dus toegestaan om een activiteit daaraan te verbinden. Maar dan moet je wel wat gegevens aan koppelen. Je moet aangeven om welke activiteit gaat het. Op welke locatie geldt dit.
En hoe is dat gekwalificeerd op deze locatie? Dus is het toegestaan, verboden, vergunningplicht, et cetera? Daarnaast moet je, als je een activiteit wil definiëren, moet je vastleggen wat de naam is van de activiteit en onder welke activiteit deze hangt in de, dus wat de bovenliggende activiteit is. En dat is voornamelijk van belang voor het opbouwen van je functionele structuur. Daar gaat Annemieke Vliegen je straks meer over vertellen. Dit is dan een voorbeeld van hoe dat er dan in de viewer uitziet. We kijken hier naar het omgevingsplan van Delfzijl. Is gewoon een voorbeeldje gemaakt door Geonovum. Dus als hier mensen van nu gemeente Eemsdelta of Delfzijl zitten, geen paniek. Het is slechts een voorbeeldje. En in dit voorbeeldje, ga ik even terug, is uitgegaan van het casco van het VNG om daarin de alle bruidschatregels over te plaatsen naar het omgevingsplan. Maar dan op basis van de indeling van het casco van de VNG. Als ik dan de hierin dingen openvouw en dan met name naar afdeling 3.5 ga met de regels over reclameplaatsen, dan zie je dat hier de regels staan waar Nienke het zojuist over had. Hè? Dus dat het verboden is om in het centrumgebied reclame aan te brengen of te maken. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning verlichte of bewegende reclame aan te brengen. En dus dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning reclameobject te plaatsen. Nou ja, met hier de beperkingen omtrent de hoogte, breedte en lengte en tijdsduur van het plaatsen van het reclameobject. Daar gaat Annemieke Vliegen straks ook weer meer over vertellen. Als je dan hier op dat annotatie, als je op het annotatievinkje zou klikken, dat is dit ding, dan verschijnt dit paneel. En in dit paneel zie je dus de annotaties terug. En die annotaties, dat zijn de blokjes waar ik het zojuist over had. Dus als je kijkt naar het blauwe gedeelte hier, dat is puur wat er in de tekst van het artikel staat. En het rode gedeelte is hetgeen wat je definieert met die blokjes. Om daarin de tekst van je artikel, als je die in die blokjes opdeelt, dan kun je dit annotatiescherm tevoorschijn halen. En dit maakt het voor DSO heel inzichtelijk om te zoeken op deze blokjes. Als we dan gaan kijken naar, wat houden deze blokjes dan nu in? Hè? Wat zagen we daarnet? We bekijken artikel 5.49 uit die regeling met deze tekst. Als ik dan voornamelijk naar het eerste deel kijk, dus het is verboden om zonder omgevingsvergunning in het centrumgebied reclame aan te brengen of te maken, dan zie je daarin dat daar meerdere, dat daar hangen AOW-annotaties aan, zoals ik je zojuist toonde. En dat is het blokje wat je hier linksonder ziet. Als ik dan ga kijken naar wat voor AOW-annotaties zijn dit dan? Dan is dit een juridische regel. Nou, het type is dus dat het een regel is die voor iedereen relevant is. De locatie is dus het historisch centrumgebied. Hè? Dus dat is hier in de rechts met een blauwe onderbroken lijn weergeven. De contour van dit gebied. En als ik kijk naar daar zit ook een activiteit bij. En als ik daarnaar kijk, dan zie je dus dat de naam is dus het plaatsen van reclame. Hè? Of reclame plaatsen dus. En het type is dus dat er een vergunningplicht op geldt. En de locatie is dus ook inderdaad dat historisch centrumgebied. Dit is dan hoe je vanuit die blokjes, vanuit dat model, hè, vanuit het informatiemodel omgevingswet, zeker dus op TPOT standaard, hoe je dan komt tot dit soort gegevens op de DSO, in de DSO-viewer. En dit is dan het plaatje wat ik jullie in het begin toonde. En als we dan echt kijken naar wat is hier specifiek gebeurd, dan hebben we een besluit genomen die geconsolideerd wordt tot regeling, het omgevingsplan. Dus dat is dit deel. Er is een besluit genomen die geconsolideerd wordt tot regeling. En in dat besluit zat dus de juridische regel, de regel voor iedereen, met de activiteit plaatsen van reclame. En deze wordt doorgestuurd naar de toepasbare regels of naar de registratie toepasbare regels, zodat je hier ook vragenbomen bij kunt maken. En dat is het deel wat Annemieke, als het goed is, nu gaat uitleggen. Ja, zeker. Dankjewel, Richard. In de chat zijn vooral vragen geweest over de voorgaande delen. En die hebben Annemieke en Nienke inmiddels beantwoord. Mocht dat niet voldoende zijn, reageer even in de chat.
Maar ik pak door op het verhaal van Richard. Als ik de controle heb overgenomen. Ja. Okay. Nou, wat Richard net vertelde, dat doe je in plansoftware. Dus dat model zit daar als het goed is onder. En dan worden die annotaties, als je die hebt aangegeven met je plansoftware, komen die het DSO binnenrollen. En dan komen ze terecht op verschillende plekken. Richard liet al zien hoe dat in de viewer eruit ziet. Dan kun je erop filteren en naar kijken. Maar ze komen ook in die registratie toepasbare regels terecht. En dat is de plek waar je als toepasbare regelmaker met die toepasbare regels aan de slag kan. Nou, wat je ziet dat Richard gedaan is, die heeft onder de bovenliggende activiteit, de overige activiteit, nog even de structuur gevolgd van de bruidsgat, heeft hij de activiteit reclame plaatsen geannoteerd en aangeleverd. En we zien hier dat het dus gemeente MS Delta is geweest. Er zit een technische identificatie bij. Maar wat belangrijk is, is dus gemeente MS Delta heeft dit aangeleverd. Reclame plaatsen is aangeleverd als activiteit. En met 3 bijbehorende locaties. Nou, Richard zoomde net al even in op Delfzijl Centrum, die hebben we gezien. Delfzijl Centrum ligt natuurlijk als gebied binnen gemeente. Het voormalige gemeentestuk Delfzijl, wat nu opgenomen is in Eems Delta. En dan is er nog Delfzijl Industrieterrein. Daar waren ook regels over de verlichte reclame. Nou, ik ga zo laten zien hoe dat dan in de toepasbare regels uitwerkt. Maar hier zien we dus dat door dat model wat eronder ligt, dat Richard heeft getoond, in de plansoftware komt dat DSO binnen. En kun je daarna aan de slag met die toepasbare regels. Waar ga ik even naar kijken? Een analyse van de juridische regels. Het maken van de toepasbare regels. In dit geval was dat heel fijn, want de VNG heeft al voorbeelden gemaakt. Die kon ik heel makkelijk aanpassen. Ik zal even laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Die heb ik gepubliceerd op het omgevingsloket en daar bekeken. Dat artikel, Richard liet dat net ook al zien. Het is verboden zonder omgevingsvergunning in het centrumgebied reclame aan te brengen of te maken. Gelden verder geen regels. Als ik gewoon in dat centrumgebied reclame wil plaatsen, dan ben ik al vergunningplichtig. Voor industrieterrein geldt nog het criterium, hè, of het verlicht of bewegend is. En op andere plekken, en dit stond ook precies in die besliste wel van het deel van Nienke, gelden er regels over de lengte, breedte, hoogte en de duur. Dus dat is het juridische stuk waar ik mee aan de slag ga. Met daarnaast nog, dat stond in de besliste wel, is het wel relevant, hè, reclame plaatsen? En het is relevant als die reclame zichtbaar is. Dus dat is eigenlijk het eerste criterium. Is die reclame überhaupt zichtbaar vanaf de openbare ruimte? Is het antwoord nee? Nou, dan is die hele vragenboom eigenlijk niet van toepassing. En dan hoeft iemand verder geen vraag hierover te beantwoorden, want het doet er niet toe. Is die reclame wel zichtbaar? Dat is, het gaat over dit stuk. Dan komen er vervolgvragen met geografie. Is het centrumgebied, industrieterrein of daarbuiten? Verlicht of bewegend? En die andere criteria. Nou, hier onderin zie je gekke afkortingen. Dat staat voor vergunningplicht en voor informatieplicht. Die informatieplicht stond dan weer, dat hebben we niet zo in detail net bekeken, maar stond in die algemene regels. Dus je kunt best wel zonder vergunning reclame aanbrengen, maar je moet dan nog wel informatie daarover aanleveren. En vandaar die informatie. Nou, dat is de basis voor de toepasbare regels. Daarvoor heb ik de voorbeeldregels van de VNG gepakt en die ingeladen in een van de regelbeheer softwarepakketten. In dit geval is dat Berkeley Bridge geweest. Er zijn 10 pakketten op de markt om toepasbare regels mee te maken. En dit is dus een voorbeeld ervan. Nou, wat we hier zien is, ik heb in die beslisboom die hier boven is weergegeven, het aspect breedte, dus dat wat over de breedte gaat, pas ik aan naar die 1,5 meter, zoals dat geldt in Eems Delta. Want in de staalkaartregels, daar staat een x'je. Dus dat is eigenlijk niet ingevuld. Maar in de regels voor Eems Delta willen we uitgaan van 1,5 meter. Dus die heb ik aangepast. Dat betekent dat de gebruiker van het DSO straks in beeld ziet deze vraag. In plaats van een x erbij. Wat nog meer? We zien hier, en dat is denk ik voor jullie heel klein om te zien, maar dit zijn de geovragen. We hadden iets over het historisch centrum en een specifiek vergunningplichtig gebied.
Ook dat werkingsgebied is bij de staalkaartregels van de VNG een bepaald gebiedje. En dat pas ik aan de geo van het centrum van Delfzijl, wat Richard heeft geannoteerd en aangeleverd met dat omgevingsplan. Nou, dan zie je hier nog een technisch ID. En dat is weer hetzelfde ID als wat we net in die registratie toepasbare regels ook zagen. De software zorgt er in dit geval voor dat ik kan kiezen uit de juiste set. Die biedt dat bij elkaar aan. Dus dat ik relevante keuze maak hier, die er ook toe doet. Dus daarom zie ik van, hé, ik moet Delfzijl centrum hebben. Nou, als ik voor al die aspecten, dus de juiste gebieden en de juiste criteria heb aangepast, dan kan ik gaan publiceren. Nou, dat is zoveel als, we zetten het op het DSO. Het mooie is, we hebben nu een oefenomgeving, de pre-omgeving waar we met z'n allen op oefenen. Dus publicatie is eigenlijk zoveel als, ik druk op die knop en dan wordt het op het DSO gezet, de oefenomgeving, en dan kan ik ze daar bekijken. Dus dat heb ik gedaan. En dan zien we dat in die activiteit, we zijn weer in de registratie toepasbare regels, heb ik de conclusie, het bestand heb ik, vorige week heb ik dat gedaan, heb ik gevuld en die staat er dan. Dus ik kan ook netjes zien in die registratie toepasbare regels, oh, ik heb die dingen gepubliceerd, is die wel doorgekomen, dit is de datum en de tijd, dan kan ik even controleren of die er staat en dan kan ik daarna in het loket kijken hoe dat eruit ziet. Nou, dat ga ik nu doen. Dus ik zoom even in op die vergunningcheck. Richard heeft net al screenshots laten zien van regels op de kaart. Wij kijken nu even naar die vergunningcheck. Dan kies ik een werkzaamheid. In dit geval hangt de activiteit onder de werkzaamheid reclame of informatiebord plaatsen. Ik heb ook een locatie gekozen, maar ik zal eerst even laten zien wat er gebeurt als ik dus de relevantievraag stel. Dat is de eerste vraag die dan gesteld wordt. Gaat het om reclame die zichtbaar is in de openbare ruimte? Ik antwoord nee. Nou, dan zijn de regels niet van toepassing. Dus in alle volgende voorbeeldjes heb ik daar ja geantwoord. Is die dus relevant? En dan gaat hij verder kijken. Ik heb een locatie gekozen buiten het centrum, buiten het industriegebied. Dan stelt hij me netjes die vragen. Je ziet hier de aangepaste waardes. Dus 2 meter, 1,5. Dus dit is wat ik heb aangepast. En daar kan ik dan als initiatiefnemer antwoord op geven. Als ik op allemaal nee zeg, dan kom ik uit op die informatieplicht. En dit is ten opzichte van de bruidschat, zoals jullie die standaard uitgeleverd krijgen, is dit een extra indieningsformulier met eigen vragen. Ook die heb ik overgenomen van de VNG. Verder niks aan gedaan, dus inhoudelijk ga ik die niet laten zien. Maar dit is wel een toevoeging op de bruidschat om die aanvraagvereisten aan te vullen. Vandaar dat we dit even laten zien. Want je kunt dus extra dingen, als je een meldplicht hebt, kun je dat toevoegen aan die bruidschat om je huidig niveau van dienstverlening in stand te houden. Als ik dan een locatie kies, ik ga niet helemaal terug heen en weer, want dat kost veel tijd. Maar ik heb nu een locatie gekozen die wel in het stadscentrum ligt. Dan geeft hij dat ook netjes aan. Ik heb die locatie eerder gekozen en hij zegt, nou, je zit erin. Ik kan hem nog aanpassen, zodat hij ergens anders, zodat hij er niet invalt. Ik kan nu aan de hand van die vraag nog gaan kijken, hé, waar ligt die grens dan? En klopt het wel? We zien nu verder geen andere vragen. Als ik in dat centrumgebied zit, stelt hij verder geen vragen. En dan ben ik gelijk vergunningplichtig, conform de regels in het omgevingsplan. Als ik nou een gebiedje kies in het industriegebied, en dat, die stap om dat te klikken heb ik ook overgeslagen, maar dat dit stuk is industrieterrein. Zien we dat ik hier nog vragen krijg over verdere kenmerken van dat reclameobject. Dus dan moet ik nog een vraag beantwoorden. En dat is de vraag, gaat u verlichten of bewegende reclame gebruiken? Nou, antwoord ik daar nee op, dan zit ik weer op die informatieplicht. En antwoord ik daar ja op, dan zit ik op de vergunningplicht. Dus dat zijn de voorbeelden van de aangepaste toepasbare regels aan de hand van dat wat de VNG al voor ons heeft gedaan, hè, voor alle gemeenten. Ik weet niet of dat terug kan. Nee. Ja. Zo is het dus mogelijk om toepasbare regels die er al zijn, dat kun je van de VNG doen, maar ook van een andere gemeente, aan te passen aan de regels die jij lokaal wil laten gelden onder het nieuwe omgevingsplan.
Annemiek? Ja? Er zijn nog een paar vragen. En eentje is volgens mij voor jou. Er was een vraag, hoe haal je de net getoonde regels over reclame, zowel technisch als juridisch, uit de bruidschat? Dus op het moment dat je gaat aanpassen, dan, zo lees ik de vraag, staan ze nog wel in de bruidschat? Dus hoe haal je ze eruit? Hoe zorg je dat die niet meer zichtbaar zijn? Ja, een deel is juridisch, hè? Dus dat, ja. je krijgt een stuk juridische regels. Dat stuk, dat heb je omgeschreven. Je moet dan nog wel iets vermoed muteren, maar daar kan Richard beter op antwoorden. Technisch zorgt dat muteren in het juridische stuk ervoor dat het ook doorgezet wordt naar het toepasbare deel. Maar dan ga je echt muteren op activiteiten en locaties. Ik weet niet helemaal of de vraag daarover ging. Ja, nou, misschien mag ik nog aanvullen. Ja. Hoe je het in ieder geval doet, is bij elk het omgevingsplan bouw je natuurlijk niet in één keer. Stel je het hele nieuwe deel van het omgevingsplan vast. Maar dat bouw je waarschijnlijk op met steeds nieuwe vaststellingsbesluiten van de gemeenteraad. Dus juridisch doe je het zo op het moment dat je nieuwe indieningsvereisten wil opnemen over reclame in je omgevingsplan. Dat je dan ook bij datzelfde vaststellingsbesluit artikel 22.300 van de bruidschat eigenlijk uitzet of schrapt. En op dat moment zijn die regels, als je die niet wil gebruiken, je kan ze natuurlijk ook deels aanpassen en dan wijzig je ze alleen bij het vaststellingsbesluit. Maar dan juridisch doe je dat dus in het vaststellingsbesluit. En dan denk ik dat Richard ook nog kan toelichten dat je dat kan aanpassen in je techniek. Ja, wat je dan doet is je laat gewoon dat artikel 22.300 vervallen. Hè? En als je dan ook inderdaad aan de... Ik hoop dan dat je plansoftware ervoor zorgt dat het objectje dat daaraan hangt, hè, de activiteit, dat die daarmee ook beëindigd wordt. En dat daarmee dus ook de indieningsvereisten, et cetera, aan de toepasbare regelkant beëindigd worden. Dat is met behulp van je plansoftware en is technisch en juridisch is inderdaad wat Nienke zei, het nemen van een besluit tot wijzigen van je omgevingsplan. Ja. Dank jullie wel. En dan is er nog eentje. Waarom worden de indieningsvereisten van artikel 22.300 niet ook meteen omgezet naar indieningsvereisten in het nieuwe deel van het omgevingsplan? Dan begin ik met een antwoord, maar Nienke vult hem vast wel aan. Die 22.300, dat is hetgene wat je nu al hebt. Die indieningsvereisten, die zijn er nu al. En om verder te kunnen gaan zonder een nieuw deel van je omgevingsplan, krijg je die indieningsvereisten erbij. Op het moment dat je om gaat zetten naar het omgevingsplan, kan je zelf kijken welke indieningsvereisten je nog van toepassing wil hebben. Dus wil je deze indieningsvereisten houden, nou, dan kan je ze meenemen en dan kan je deze gebruiken om te zetten naar je nieuwe deel. Maar wil je die indieningsvereisten aanpassen, zoals we net gezien hebben, dan hoef je natuurlijk niet deze indieningsvereisten mee te nemen naar je nieuwe deel. Dat is dus een keuze. Nienke, heb jij er nog aanvulling op? Nou, heel praktisch. Als je bijvoorbeeld voor dat historisch stadscentrum ook iets wil weten over bijvoorbeeld de kleur van de reclame, dan zou je dat in je als nieuwe aanvraagvereiste kunnen opnemen. Of wellicht wil je iets weten over de frequentie van de verlichting. Dat kun je dus dan heel specifiek, lokaal, kun je die aanvraagvereiste opnemen in je omgevingsplanregels. Dus vandaar dat niet eigenlijk de oude regels van onder de WABO vanuit de regeling omgevingsrecht in één keer zo overgezet zijn in ook het nieuwe deel. Want nu kun je er namelijk over nadenken, kun je zorgen dat de aanvraagvereisten ook matchen met de inhoud van je regels die je zelf gaat stellen. Ja, precies. En dat betekent dus ook dat dan op dat moment dat je dat gaat doen, je eigenlijk 22.300 hebt aangepast en dus niet meer geldt, maar dat je daar dus een nieuwe regeling voor hebt. Nou, dat waren vragen in de chat. We hebben nog heel even tijd. Is er nog iemand die een heel prangende vraag heeft die nu wil stellen? Dat kan nog. Nee, nou dan danken we jullie heel hartelijk voor jullie komst en voor jullie luistertijd. En als er nog meer vragen zijn, dan kunnen jullie altijd stellen bij het IPLO. En daarvan hebben jullie net al een dia gehad naar mijn verhaal.
En kunnen jullie de vraag bij het IPO stellen. En de VNG heeft dezelfde manier dat de vraag gesteld kan worden. Maar dat staat allemaal op de dia die jullie nog straks nog krijgen. Zeker, dank jullie wel. Nou, dan wens ik jullie nog een fijne werkdag en wellicht tot ziens.